Iedere Amsterdamse automobilist kent de opluchting als je na tijdenlang zoeken dan eindelijk een plekje voor je auto vindt. Maar sommigen zijn zo opgelucht dat ze het dan maar voor lief nemen dat het eigenlijk een parkeerplaats bestemd voor autodelen is. En dat kan tot een hoop gedonder leiden voor autodelers zoals Erik. Meestal moet je dan op zoek naar een plek in de buurt. Er zijn meer dan 100 parkeerzones in Amsterdam. Die staan niet in de openbare ruimte aangegeven, dus in principe kom je dan wel eens in de situatie dat je hem op een verkeerde plek neerzet. En Cition weet je dan ook heel goed te vinden. In mijn situatie heb ik in een maand tijd 11 boetes voor 2 parkeerplekken zeg maar, gekregen. Dat is een totaalbedrag van bijna 700 euro. Belachelijk, zo vinden de autodeelbedrijven. We betalen parkeergelden zo'n 125.000 euro per jaar. En dan verwacht je, als je ergens wat betaalt, dan verwacht je ook dienstverlening. Nou, die zit er niet in. Connect Car, maar ook andere grote speler Green Wheels willen dat de foutparkeerders na een melding sneller worden weggesleept. De gemeente is groot voorstander van autodelen, maar laat weten dat gevaarlijk geparkeerde auto's, calamiteiten en ongeoorloofd bezette invalide parkeerplekken hogere prioriteit hebben. Ja, prima, maar daarmee is dan ook gesteld dat wij in de prut kunnen zakken. Gewoon actie uitbreiden, meer personeel, meer takelauto's en echt waar je voor in het leven geroepen bent. Het is gewoon handhaven, meer is het niet hoor, doodsimpel. En zolang dat niet gebeurt, begint de lol er voor autodelers als Erik snel af te raken. In zoverre dat het voor mij steeds onaantrekkelijker wordt, omdat ik nu mijn hele voordeel van een jaar autodelen zeg maar al wel kwijt ben aan boetes. Dus die moet ik eerst nog zien terug te krijgen. Maar ja, handhaven, dat is het. En niet morgen, maar direct als er een melding binnenkomt.